grote publiek te trekken. Ik wil gewoon keihard doorbreken. Wat voor artiest ben je? Ik ben een artiest die zowel gevoelig als intiem kan zijn, maar ook gewoon hard en rauw en gewoon uit zijn dak kan gaan. Heb je dingen meegemaakt in je leven die daar nog iets aan bijdragen? Ja, zeker. Heel veel dingen meegemaakt. In ieder geval op mijn 13e heb ik mijn vader verloren en dat is natuurlijk een heel grote shock voor me geweest. Jong ook, 13. Poeh. Ja. En, was hij ziek? Nee, het was heel plotseling een aneurysma, dat was echt opeens. Dus dat was echt een grote shock. Mijn vader was echt superpapa, weet je wel. Dat was echt een superman die echt gewoon alles voor ons deed. Dus dat was wel echt gewoon een hele... Ja, dat probeer ik nu te gebruiken in mijn muziek en in mijn songs en in hoe ik ben en hoe ik perform. En was dit platform, The Voice, was dat nog een drempel voor jou? Ja, zeker. Uit de scene waar ik vandaan kom, wordt het natuurlijk niet echt geaccepteerd of zo. Maar nog steeds niet? Veel mensen vinden gewoon dat je het zelf moet doen. Het is een heel makkelijke manier om bekendheid te krijgen of zo, vinden veel mensen. En nou, daar heb ik nu eigenlijk gewoon een beetje genoeg van. Daar ben ik nu klaar mee. En die... Los van gebroken. Hoppakee, daar ga je. Heel veel succes. Dankjewel. Hij is klaar met dat gerommel in de muzikale marge en klaar voor het grotere werk. David weet dus wat hem te doen staat. Ik ga ze helemaal inpakken. Ik ga alles geven. Gewoon lekker alles geven en gewoon lekker dit doen voor mijn vader. Die in mijn gedachten geeft hem gewoon al de power die ik nodig heb. Roodharig, sproeterig jongetje van 24. Zo even, let's get it on. Je hebt alles wat je nodig hebt om op dit podium te staan. En als jij maar gewoon lekker door blijft zingen, dan komt het helemaal goed. Liefst bij mij in het team. Ik zou wel een duetje met je willen. Of ja, who knows. Let's get it on, toch? Ja! Yeah.
David, dit zijn momenten die komen in een seizoen heel zelden voor. Wat zou een coach moeten doen om jou over te halen? Zeg het maar en ik doe het. Moet ik je oma mee uit eten nemen? Het maakt eigenlijk niet... Ik wil die stem, jongen, dat is beter dan ik het sinds hele lange tijd gehoord heb. En het moet wel heel raar lopen als jij niet in de finale terechtkomt. Dank je wel, echt wauw. Ja, maar heb je eigenlijk niet mijn vraag beantwoord. Wat wil je? Ik gewoon echt zijn en gewoon puur en gewoon open zijn en gewoon... Ja, als echt is wat je zoekt, ja, dan is je keuze in principe al gemaakt. Nee, dat doe ik ze tekort mee, maar zo graag wil ik je hebben dat ik zelfs bereid ben om hun tekort te doen. maar homie David, zonder dollar, ik weet zeker dat ik je met mijn team en ik persoonlijk echt een hoop bij kan brengen. Het is niet arrogant bedoeld, ik weet het 100% zeker. En ik denk dat je bij mij, als je toch slim wilt kiezen... als je echt combineert met slim, dat is een goede combinatie... dan zou ik zeker voor mij kiezen, want ik ga je het podium geven. En dat meen ik echt, ja. Thanks, ja. Dit wordt echt super moeilijk. Ja. Je zingt je hart en dat raakt mij altijd. En wat heb ik gewacht op iemand zoals jou, die hier kwam staan en dit ging doen. Man, wat is dat lekker, hé? Helemaal te gek. Ja, echt fantastisch. En zing je ook je zingt in bands, denk ik. Toch? Speel je ook een instrument of niet? Ja, zeker. Ik speel piano en een beetje gitaar, een beetje basgitaar en drums. Gaaf. Ja, natuurtalent. Ja, nou ja, ik ben echt een bandmeisje eigenlijk. En, ik ook, hoor. Ja. David, okay. David, je moet gewoon een keuze maken. Voor wie je ook kiest, is te gek. Als je maar voor mij kiest. Ja. Ine mine mitte. Nee. Dat is... Ik ga voor... Oh, man. Ik ga voor Treintje. Te gek, jongen. Yes. Oh, ja, top. Oh, man. Yes. Wat een gek, echt zo vet. Wat een goede gast. Ja. Ik denk dat we de winnaar gezien hebben. Niet te vroeg pieken, alsjeblieft. Wat fijn zo iemand in de show, hè? Ja, heerlijk, jongen. Ja. Heerlijk. Dus, we zien jou in de bed.